Onder druk van personeel en vakbond FNV Bondgenoten is bierbrouwerij Dommels in Dommelen onmiddellijk gestopt met het bottelen van Jupiler bier. Door een staking bij het Belgische bierconcern AB InBev kan er geen Belgisch bier meer worden geleverd. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen, besloot Dommels het Jupiler bier zelf te gaan bottelen. Personeel van de brouwerij pikt dit niet en dreigde vandaag met een staking. Bij de brouwerij in Dommelen staat verslaggever Jan Walen. Jan, waarom werd dat Jupiler bier precies in Dommelen gebotteld? Omdat InBev, dat is de moedermaatschappij van Dommels en van Jupiler en van andere bieren, die wil gaan reorganiseren in België. Daar is het personeel daar niet mee eens. Er zouden ruim 500 banen weg moeten. En dus zijn daar brouwerijen geblokkeerd. Die van Jupiler bijvoorbeeld. Komt geen Jupiler bier meer de brouwerij uit. En toen dachten ze hier in Dommelen, wij hebben hier ook wel een klein beetje Jupiler bier, want hier vullen ze daar thuis taps mee. Als je dat bier in een thuistap kunt doen, kun je het ook in een flesje doen. Laten we dat hier dan allemaal gaan doen. Dan kunnen we in ieder geval de Nederlandse markt nog bedienen. Maar ja, volgens FNV Bondgenoten wordt er dan besmet werk hier uitgevoerd. En die hebben daar een stokje voor gestoken. De vakbonden gaven echter aan dat zij niet gelukkig waren met het feit dat er Jupiler in Nederland wordt afgevuld. Ook al is het alleen voor de Nederlandse markt bestemd. Nou, die signalen hebben we ook gekregen. We hebben met de bonden daarover overlegd en besloten om in ieder geval voorlopig dan toch maar af te zien van het afvullen van Jupiler in Dommelen. Ja, even een ander probleem, Jan. Het is bijna carnaval. Voor de mensen die zich daar zorgen over maken, hoe lang kunnen ze nog met die voorraad Jupiler vooruit? Nou, de afgelopen 2 dagen is er hier wel gebotteld, totdat zeg maar de bonden met het personeel erover spraken en ze er nu mee gestopt zijn. Dus ze hebben wel weer een voorraadje van een week, denken ze, voor de Nederlandse markt. Maar hier en daar hadden supermarkten al geen Jupiler meer. Dus ja, heel lang gaat het allemaal niet duren. En dus is er in BEF ook alles aan gelegen om dat conflict, wat weliswaar eigenlijk een Belgisch conflict is, snel de wereld uit te hebben. Nou, we zetten alles op alles, zoals gezegd, om toch dat conflict zo snel mogelijk op te lossen. En gelukkig hebben we ook nog Nederlandse bieren die we in ieder geval onze klanten kunnen aanbieden. Dus niemand hoeft droog te staan. Ja, nou is Dommelen dus gestopt ook, hè, met dat bottelen. Is hiermee nou die staking in Dommelen ook helemaal voorkomen? Ja, die is in ieder geval voorlopig duidelijk van de baan. Want het was duidelijk geweest als InBev geen gehoor had gegeven aan de oproep van het personeel en de bonden, dan was er hier een staking uitgebroken. Want het personeel hier is solidair met hun Belgische collega's. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want die hele reorganisatie die ruim 500 banen kost in België, zou er ook een stuk of 40 wellicht in Nederland kunnen betekenen. Die zou moeten verdwijnen. Dus ja, die solidariteit was wel te begrijpen. Inderdaad. Jan Walen, dank voor je bijdrage vanuit Dommelen.